Welkom bij de instructievideo voor het aanpassen van een bestaand rooster van een medewerker. Om een rooster aan te passen gaat u naar het tabblad stambestanden en vervolgens naar het icoon Fysiotherapeut. Hier selecteert u de medewerker waarvan u het rooster wil aanpassen en gaat naar het tabblad rooster. In dit voorbeeld beschikt de medewerker over een doorlopend rooster. Als ik hierbij een tijdelijk rooster wil toevoegen, voor bijvoorbeeld de periode van ongeveer een maand, klik ik op toevoegen en ik geef de startdatum in. Hier zal ik die zetten op 4 mei. En ik geef de einddatum in, bijvoorbeeld 31 mei. Let op, een startdatum moet altijd op een maandag beginnen. Vervolgens kan ik aangeven dat deze collega tijdelijk maar drie dagen zal werken: van 8 tot 12 op maandag, woensdag. En vrijdag. En op het moment dat ik nu zou kiezen voor opslaan, krijg ik de melding dat dit een rooster is wat overlapt. Dat klopt ook, want het vorige rooster is een doorlopende rooster. Als ik deze mededeling accepteer, zal Visual Roadmap het rooster wat ik zojuist heb aangemaakt invoegen tussen het bestaande rooster wat een einddatum krijgt en die einddatum ligt één dag voor de start. Van de tijdelijke rooster, en zodra de einddatum van de tijdelijke rooster wordt overschreden, zal het doorlopende, doorlopende rooster wederom ingaan en weer lopend zijn, zoals normaal. Als ik dit vervolgens opsla, kan ik dat aantonen in de agenda door te kijken in de datum van 4 mei. Daar zie ik dat hier. Drie dagen gewerkt wordt, waar de vorige week nog vijf dagen gewerkt wordt. En als ik ga naar het einde van mei, zien we daar natuurlijk hetzelfde, alleen de omgekeerde volgorde verschijnen.